Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 12 december in de middag. Er zijn nog wat buitjes in Nederland, maar die gaan spoedig verdwijnen en vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er brede opklaringen. Dan kan het flink gaan afkoelen. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt en dan kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en natuurlijk zijn er ook nog op veel plaatsen sneeuwresten. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en dat is ook vannacht het geval. Kwik daalt dan nog wat verder, richting de min 2 in het oosten, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Mogelijk valt in de oostelijke helft van het land eerst nog natte sneeuw. Morgen een regenachtige dag bij temperaturen in de middag tussen de 4 en de 6 graden. In de middag is het tijdelijk wel wat droger, maar in de avond gaat het opnieuw regenen. En de dagen erna blijft het wisselvallig weer met verschillende buien. In het noordoosten kan er af en toe ook nog een winterse bui vallen. De temperatuur ligt over het algemeen rond de 4 of 5 graden en de wind die waait uit het zuidwesten of westen en is matig tot krachtig.